Overmorgen, 1 november, gaat u officieel met pensioen en kunt u terugkijken op een lange, boeiende, rijke loopbaan die op 1 februari 1990 begon in het Rooms-Katholieke Ziekenhuis aan de Houttuinen. Een passend afscheid voor de inmiddels 66-jarige ziekenhuisapotheker Hetty Dieleman. Wat ze alleen niet wist, was dat ze ook nog een speciale Dordtse onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Dieleman kreeg vrijdagmiddag namelijk een Johan de Witspeld uitgereikt vanwege haar meer dan 30 jaar trouwe dienst. Ik ben totaal verrast door alle lieve woorden, alle woorden van waardering, van respect voor wat ik gedaan heb die afgelopen jaren. Mevrouw Dieleman heeft gedurende 30 jaar het stadsapothekerschap vormgegeven hier vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis op een heel bijzondere wijze. En er is voor haar een aanvraag gedaan, maar het stadsbestuur heeft ook echt gezegd, ja, deze mevrouw heeft zoveel bijzondere dingen gedaan voor de stad. Voor heel veel mensen die daarvan afhankelijk zijn, ook voor wat betreft hun gezondheid. Zij verdient deze Johan de Witspeld. Dus echt een erkenning vanuit de stad voor haar bijzondere werkzaamheden. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En wat ik gewoon spontaan deed. Om te zorgen voor onze patiënten. En te zorgen voor al diegenen die daar dat samen met mij deden. Dieleman was begin jaren 80 een van de eerste vrouwen in de opleiding ziekenhuisapotheker. Ruim 30 jaar later gaf ze leiding aan het inkoop- en voorraadbeheer van de beschermingsmiddelen in de coronacrisis. Volgens bestuursvoorzitter Peter van der Meer is zij daarom ook dit jaar nog van onschatbare waarde geweest voor het ziekenhuis. Hetty zelf heeft al die tijd maar één drijfveer gehad om haar werk te blijven doen. Je kunt pas iets goed doen als je happy erin bent. En als je happy bent in wat je doet, dan gaat het vanzelf. En dan ben je ook bereid om je daarvoor in te zetten. En voor al haar collega's in het ziekenhuis heeft Dieleman nog een mooie boodschap. Een glorieuze en vooral ook happy toekomst in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En ik zeg nu tegen jullie allen, dat kunnen jullie wel.